En duimpje, want het schijnt heel erg goed te zijn als je veel duimpjes hebt. Dit zijn ze dan, Doetje en Riekeltje. Sinds een paar maanden hebben ze YouTube ontdekt en de eerste honderden volgers zijn binnen. Ze genieten intens van de aandacht. En omdat ze in een eerdere vlog eten op straat hebben gegooid, gaan ze nu vrijwillig een plein opruimen. We gaan beginnen. Ja, waar is jullie camera dan? Ja, precies. Nou, waar is je? Nou. Oh, dat moeten we toch allemaal opnemen? Nou ja. Nou, nu de camera eindelijk aanstaat, kan de vlog beginnen. Zo. Die dure stokken van de gemeente. Het was dom, maar het was nog dommer om het op te nemen en te laten zien. We hebben heel veel commentaar gehad. We hebben zelf 2 abonnees minder hadden we daarna. Het stond wel aan, hoop ik, hè? Dat je naar de dokter gaat en je zegt, ik heb een probleem, ik scheid afval. Ik scheid plastic. Wij wilden in eerste instantie echt 50-plus gerelateerde vlogs maken. Viagra, we hadden allemaal Tena Lady, dat soort dingen, maar dan ben je snel klaar. Dat zijn gewoon grappige vlogs, denk ik. En ze gaan echt iedere week weer over iets anders. Ik weet niet of je het hoort, maar ze bonzen op de deur. Doetje, Riekeltje, Doetje, Riekeltje. En ze kunnen maar geen genoeg van zichzelf krijgen. Wij dachten echt, nou ja, 500 keer gekeken, dat is 250 keer Doetje, 250 keer Riekeltje. Maar als jij nou naar die vlog kijkt, kijk jij dan naar mij of kijk je dan ik naar jou? Ik kijk vooral naar mezelf. Ja, ik ook. Ja, waarom kijk je niet naar mij? Nou, ik weet het niet. Ja, sorry, ik kijk ook niet meer naar jou. En nou, wij zeggen tot de volgende keer. Tot volgende week. Oké, dag.